Hi, leuk dat je kijkt. Ik heb weer een leuke young adult tip voor je van een boek wat je weer kunt vinden op de online bibliotheek. Deze keer ga ik het hebben over het boek Haat van Mel Wallis de Vries. En oh, wat kan die vrouw toch goede young adult thrillers schrijven. Ik heb deze gisteren gelezen en dat ging echt super makkelijk, want het is echt een heerlijk boek om te lezen. En het gaat over Nikki. En Nikki is 16 en die wordt wakker in het park met bebloede handen en een hoofdwond. En naast haar ligt een zwaar gewond meisje en ze worden alle twee naar het ziekenhuis vervoerd. En Nikki wordt ervan verdacht dat zij dat andere meisje wat aangedaan heeft. Maar dat heeft ze helemaal niet en in dit boek probeert ze de onschuld te bewijzen. Want eigenlijk alle bewijzen zijn tegen haar, de vriendenkring keert zich tegen haar. Ja, leg dan maar eens uit dat jij het niet hebt gedaan. Het boek leest heel lekker, omdat het niet alleen het verhaal van Nikki is, dus niet alleen zij vertelt, maar ook mensen in haar omgeving vertellen. En dan blijkt dat ze eigenlijk allemaal wel iets tegen Nikki hebben en het misschien ook wel gedaan kunnen hebben. En dat maakt het boek heel spannend, want je weet eigenlijk tot op het einde niet wat er precies gebeurd is en wie wat nou precies uitgespookt heeft. En overigens lees je tussendoor ook stukjes van de dader. Maar ja, je weet dus niet wie dat is. Spannend boek, leuk boek. Leest lekker ontspannen. Dan kan je gewoon helemaal in verdwijnen. En luister jongens, je kan toch nergens naartoe. Dus verdwijn dan maar lekker in je boek. Veel leesplezier en hij is te vinden op de online bibliotheek. Tot de volgende tip. Doeg!